Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe replay. En weer eens een keer een replay van mij. We spelen op Lakeville Encounter, tier 7 battle. Ik ben top tier in mijn T3400 Constructa. Heerlijke matchmaking, geen arty. En ja, Lakeville Encounter. Het is Noordspan, dus ik ga de Quickie Baby Move maken. Altijd als wij op platoon zitten, maken we de grap als we op deze map zitten van ik ga de Quickie Baby uithangen. Quickie Baby die gaat hier altijd heel agressief in zijn medium. Meestal de combat op deze ridge pieken. En dan gaat hij eigenlijk nog verder dan ik hier ga. En dan spot hij een heleboel tegenstanders. Nou, ik spot hier bijvoorbeeld nog een T1 Heavy. Ja, en dat levert natuurlijk een hoop spotting damage op. Quickie Baby is natuurlijk, die heeft altijd de mazzel dat hij niet gejolerd wordt door een scout. Dus die kan altijd helemaal doorrijden en de helft van het enemy team spotten. Nou, mij is dat niet gegund helaas. En ik word hier bijvoorbeeld ook beschoten door een A43 die in stealth staat. Dus die is nog niet gespot. De T3400 is een tank met een eigenlijk een beetje een rare gun. Het is best een goede gun. Het is een... ik moet even spieken, want ik weet het niet uit mijn hoofd. 100 mm zelfs. Met een average damage van 250. Belachelijk lange eentijd van volgens mij wel 2,9 seconden. Het voelt als 4 seconden. En ook best wel een hoge reload. Dus ja, het is niet heel makkelijk om het in deze tank goed te doen. Maar goed, top tier ben je wel echt baas. En dan heb je ook wel echt een hele goede gun. Want kijk eens even... Een average damage van 250, dat betekent natuurlijk dat je gewoon erg hard door de tegenstander heen gaat. Zeker als je toptier bent. Maar goed, Russian armor is goed. Dus ik bounce hier een A43. En natuurlijk net op het moment dat ik gereload ben, gaat hij bewegen. De ELC is inmiddels degene die spot. Nou, ik was hier bijna fully aimed en de shell... Ik kom niet eens in de buurt. Super shell drop. Hier weer. Jullie zien hoe lang ik moet aimen. En dan ben je fully aimed en dan bounce je weer op een Russische tank. Die wordt echt gewoon niet goed van af en toe. En ja, ik moet natuurlijk oppassen. Want er zijn nog een hoop tanks die binnen mijn view range zitten. En die mij zouden kunnen raken. Dus ik wil niet al te hard YOLO. Het is nog zeker niet gespeeld. En ik heb hier misschien wel schoten op de IS-2 van de tegenpartij. Ik ben aan het proberen om een schot op hem te krijgen. En het lijkt erop alsof hij nu die Churchill gaat aanvallen. En dan kan ik hem in zijn rug proberen te schieten. Maar ja, hier weer die aimtijd. Nou, 2,9 seconden reed. Ik raak hem wel, maar ik trek hem alleen maar. Maar goed, hij heeft blijkbaar geen repair kit. Dus is op zich wel gunstig. En ik ben nu voor de verandering eens een keer net op tijd herladen om hem nog een shell te doen. Helaas weet hij wel de Churchill 1 uit te schakelen. Ja, en hebben we de stad verloren. En misschien ook wel mede omdat ik daar niet ben. Maar ik ben hier toch in het midden aardig nuttig, denk ik. Met mijn spots en met 1300 damage. Zojuist de T3400 een one-shot gemaakt. En ik was hier aan het blind aimen op die T43. Maar hij werd net aangespot. Dus die kon ik nog mooi in shell doen. Ja, en hier een tier 5 tanks. Ja, daar blaas je natuurlijk dwars doorheen. Met je hoge alpha. Dat was een shell die ik wel had gewild dat hij erin zou gaan. Ja, inmiddels staat het dus 6-8. We hebben de stad verloren. Een paar van onze tanks zijn in de vallei aan het vechten. Een beetje niks aan het doen. Ja, en ik ben hier nog samen met de E25 de enige eigenlijk die het stadgedeelte kan beschieten. Een ander nadeel van deze tank is dat hij heel weinig shells heeft. Ik geloof dat je maar 30 shells krijgt. En ik heb een loadout van 18 AP, 10 heat en 2 HE. Ja, misschien zou je kunnen zeggen van neem helemaal geen HE mee. Maar ja, af en toe is het toch wel handig voor decaps of voor scout tanks, arties. Kan best wel nuttig zijn. Dus ik vind 2 HE shells op zich wel een goed idee. Hier weer 80 miljard jaar aimen en dan vervolgens toch nog misschieten. Ja, is best wel frustrerend af en toe van deze tank. Even kijken of ik die T67 nog een keer mag raken. Nee, helaas.
En die vervelende A43 die ik eigenlijk al twee keer gekild heb in deze game, want ik heb hem twee keer gebounced, die weet me nog eventjes uit stealth te raken. Dus dat is vervelend. En deze T67 die zorgt er eigenlijk voor dat ik constant gespot blijf. Dus die moet ik proberen uit te schakelen, maar gelukkig weet de Type 64 dat te doen. Ja, en dan staat het nu 10-9 in ons voordeel en dan hebben we nu toch wel redelijk de game in handen. Ik heb nog maar 11 shells, dus dat is niet superveel. En ik spot hier de T-34. En die weet ik gelukkig met een one-shot uit te schakelen. Ik rol gelukkig net hoog genoeg. En ik kan hier in cover duiken achter deze steen. En dan wacht ik even tot ik waarschijnlijk in spot ben en dan rijd ik verder. Want ja, op de basis staan nog een paar tanks. En ergens staat die A43 nog. Maar over die A43 maak ik niet zoveel zorgen, want dat is een tank die heel weinig alpha damage doet. Dus die ja, is als het goed is niet super gevaarlijk. Ik heb hier een behoorlijk moeilijk schot. Ik neem hem toch maar, want je weet het nooit. En dat zul je altijd zien, hè. Op dat moment gaat hij dan eindelijk bewegen. Maar goed, die maakt geen kans tegen E25. En dan is het nu voor mij zaak om hier de basis op te ruimen. En er is nog een tank die niet gespot is. En dat is volgens mij de SU-100. Eerst hier de KV-85 en ik spot daar inderdaad de SU-100. Mooie high roll weer, 92. Ja, deze gun heeft toch wel erg lekkere rolls. Hier weer een mooie rol, 2,49, ongeveer gemiddeld. Ja, en al dit werk is vrij spottig. Dus als die SU-100 geraakt wordt, dan krijg ik daar assist damage voor. Maar ja, dit is dus wat deze alpha damage doet met tier 6 tanks. Ik weet hem te 3-shotten, bijna te 2-shotten zelfs. En kan ik ook nog de laatste kill pakken zelfs, dat zou helemaal mooi zijn. Nee, voorlopig nog niet, want de heat shell bounced in de zijkant van zijn turret. Terwijl ik in de zijkant van zijn tank aimde, maar gelukkig ben ik de enige nog die hem kan raken. En ik kill hem. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ja, dit was pas mijn eerste ace tanker op deze tank. Ik heb veel first class medailles gehaald, maar nog nooit de ace. Ja, en dan heeft dus dat quickie baby agressiviteit beloond. Ik heb een high caliber medaille en een confederate medaille. En inderdaad een shitload aan enemies geraakt. Ik heb 3000 damage gedaan, 5 kills. Goed voor 1481 basic experience. En vooral veel hulp gehad van de E25 in het midden. Die heeft ook een goede game gespeeld. De rest van het team was niet zo heel geweldig. Maar dit was natuurlijk, ja, goddelijke matchmaking. Top tier, geen arty. Ja, dan moet je ook wel de impact hebben. En dat is me gelukt, gelukkig. Ik heb 27 keer geschoten. Nou, jullie zagen inderdaad een hoop missen. Dus maar 19 hits en 15 pens. Dus ja, het had zelfs nog een veel betere game kunnen zijn. Maar het zij zo. Ja, en wat mede bijdraagt aan de hoge experience is ook nog de bijna 2100 assistance damage. En dat is natuurlijk voornamelijk van spots. Ik heb wel een paar trackschoten gedaan, maar het zijn voornamelijk spots. En ik heb dus 13 van de 15 enemy vehicles damaged. Dus ja, ik ben iedereen bijna wel een keer tegengekomen. En omdat ik bijna al mijn shells op moest schieten, ben ik maak ik bijna geen credits. 2700, dus ja, het is niet echt een credit maker deze tank. Want volgens mij de reguliere AP shells kosten ook wel aardig wat. Dus dat is, daarvoor speel je hem natuurlijk ook niet. Maar goed, het is wel iets om rekening mee te houden. En met een keer 2 event en ook nog personal reserve bonus aan, verdien ik zelfs 6666 experience met een premium account. Bedankt allemaal weer voor het kijken en tot snel.